Goedemorgen iedereen, fijn dat jullie erbij zijn. Fijn dat jullie al kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Logan Nolan, loopt hier ook mee. Hier zijn we aan de Markshalle in Wenen. We zijn opgestaan, we hebben ons klaargemaakt om een mooie dag te hebben hier in Wenen. We gaan nu richting een ontbijtplaatsje, richting het centrum. We gaan dit nu wel even stappen, want het is 10 minuten minder lang met openbaar vervoer, maar je moet daar toch ook naar stappen. Dus we gaan even naar daar stappen en dan voor de rest pakken we wel het openbaar vervoer, want er zijn hier veel trams en bussen en zo, dus dat is allemaal geen probleem. Fijn dat jullie erbij zijn, fijn dat jullie het kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. Daar is ons hotel hier achter ons en nu gaan we richting het centrum. We hebben een paar dingetjes opgeschreven die we vandaag gaan bezoeken. Meer richting zo de linkerkant van Wenen. Het zijn zo volkskarten en zo. En, paleis of zoiets. We gaan het allemaal straks wel zien. Jullie gaan het straks ook wel zien in de vlog. Dus we gaan richting daar. Let's go. Damn, dit is ons ontbijt. We hebben hier brood, eitje en ik heb zo dit. Ham en kaas van de dinges en dit. Ik weet niet wat dat is. Ik ga dat wel proeven. En Nolwenn heeft dat. En dan nog een koffie, maar die moet er nog aankomen. Ik heb ook een cinnamon ding. Ah ja. Ja, het ziet hier trouwens kei lekker uit. Kijk, moet je zien daar allemaal zo dingen daarachter. We gaan straks daar nog wel iets gaan halen voor een snackje. Ja, het is echt stinkt hier, hè? Ah, maar dat is waarschijnlijk de rivier die er droog is. Amai. Kent je zo die GTA? Dat je zo in de dinges kunt, in de gracht kunt toestaan. Ik weet niet wat, GTA 5 of zo. We hebben lekker gegeten. Ah, hier is een park. Dus dat is zo een beetje specialer. Met zo een soort van gepekelde rode kool, denk ik. Nee, dat is niet gepekeld. Zo in zuur. Gepekeld is zout. En zoiets zuur of zo. Maar dat is niet echt mijn ding. Maar de rest was wel lekker. Zo allemaal broodjes en zo. Super lekker. Dus dat was een echte aanrader. Ik zal het even optonen hoe dat noemt. En nu gaan we richting een kerk. Maar we gaan wel wandelen naar daar. Want dan zitten we door het centrum. En volgens mij daar, dat punt, is de Stefansplatz of zoiets. Dat is het centrum. En we gaan nu even gewoon wandelen naar daar. Het is toch mooi weer. En dan kunnen we de andere dingen met de tram doen, maar dan kunnen we een keer hier toch tenminste wat dingen zien op onze eerste dag. Dus nu zijn we aan het wandelen richting door het centrum. En dan aan de andere kant van het centrum gaat, help mij eens, wat is er daar? De Volkskirche of zoiets. Volterskirche. Het enige ding wat hier wel een probleem is, is dat 4G niet werkt. Dus we hebben hier gewoon, of bij mij toch heel slecht, valt heel dit weg. Ik heb gewoon geen internet, dus ik kan mijn Google Maps niet aanzetten. Dus we moeten zo met een online telefoon of fokken. Dus ik denk dat ik hier de nieuwe iPhone 15 ga kopen om mijn 4G eindelijk te laten werken. Dat is niet waar. Kijk. En dat is hier de mooie. Het is wel veel volk. It looks very pretty. Buiten het centrum vind ik het minder mooi, maar hier vind ik het wel zo wat proper. Ja, maar dat is niet zo vooral. In Parijs is dat ook niet mooi. Ja, dat is wel waar. Hier wachten de mensen wel op als het rood licht is. In Parijs, niet in Parijs, liep iedereen gewoon door als het rood licht was. Damn. Dit is hier de Stephenskathedraal of zoiets, volgens mij, toch? En dat is hier de plaats, check hoeveel volk dat hier is. En waar moeten we? Ah ja, kijk, Hotel Stephansplatz. Ik heb zelfs nog uitzicht hier op de kerk. Dat is de biggest church. Volgens mij kun je zelf nog naar binnen gaan, maar dat gaan we nu niet doen. We kunnen dat een andere keer doen. Lots of people here in Vienna. Jongens, je hebt hier ook de Universiteit van Wenen. Dat is hier een gigantisch gebouw, dat is wat anders dan bij ons in België. Hè? Veel mooier. Ja. Hier, dat is wat anders dan Odyssee hoor jongens. Ja, en dan Horent. Ja, en dan Horent zeker. Kijk, en daar heb je het Sigmund Freudpark. En dan heb je daarachter de Votivkirche of zoiets. Ah, en dan nu een keer naartoe. Fun fact, Sigmund Freud. Ik ging net vragen, wie is Freud? Is een is een psychoanalyticus denk ik. Nee, ik weet gewoon dat hij de Oedipuscomplex heeft. En dat hij heel belangrijk is in de sociale sector, omdat hij psychologie en zo. Voilà, kleine fun fact van de dag van mevrouw de orthopedagoge. Je hebt hier ook het Mozarthuis en zo blijkbaar in Wenen. En je hebt ook zo nog andere dingen. Maar we gaan ze allemaal bezoeken. We hebben allemaal een keer opgeschreven voor de vakantie. Dus voilà. Eerst naar de Votivkirche en dan naar zo'n andere plaats. Normaal gezien hebben ze hier ook goede eclairs. Dus misschien gaan we die ook eens testen straks. Jongens, dit is de Votivkirche. Hier is er iemand neergestoken. Zijn broer heeft dan een kerk laten maken. Omdat hij het overleefd heeft om God te bedanken. Check dit. Dat ligt daardoor. Thank you.
Voilà, dit was de Votivkirche. Voor de geïnteresseerden onder ons. Gids Nolven had gezegd dat dus blijkbaar die kerk is gebouwd door iemand omdat zijn broer daar is neergestoken en hij heeft het overleefd. En om God te bedanken heeft hij dus die kerk laten bouwen. Ik zou dat zelf niet doen voor mijn broer of zus, maar kijk, iedereen zijn eigen ding natuurlijk. We gaan nu even blijkbaar een lekkere eclair gaan halen in een winkeltje hier achter de hoek. Dat is hier blijkbaar bekend, dus we gaan even gaan halen. Dat is wel een mooie kerk. En binnen ook heb je zo'n mooi lichtinval en zo. Kijk jongens, hier heb ik een eclair tiramisu. Wat heb jij? Pistache. Pistache. We hebben altijd water erbij. Taste test. Oh, nice. Colorimbo. Wat is dat? Wel, dat is een tiramisu. Letterlijk in de vorm van een eclair. Nice. We gaan even lekker smikkelen. Ik zou jullie een leuk feitje willen geven over Rasthausplatz. Dat is hier. Dat is dit. Dat is Rasthausplatz. En hier heb je dan een park. En daar gaan we door om naar Paleis Kinski te gaan of zoiets. Daar zijn dingen. Wat? Wat is dat? Oké. Hier gaan we, er is dus een park en dan heb je hier een plaats. Ik zou je graag dingen vertellen, maar mijn VG werkt dus nog steeds niet. Dus ik kan jammer genoeg geen informatie vertellen daarover. Maar dat is dus een plein of zoiets. Een parkje. Dat is wel mooi, maar ja, we passeren hier. Ja, we passeren hier straks toch weer, want we gaan nu even daar gaan kijken. Daar is ook iets. Oké, kleine info voor jullie schatjes. Dit is dus het parlement. Parlementsgebouw of zoiets. En dan heb je daar het Justitiepaleis. En hier ook een dikke auto. En dan heb je daar dus het Justitiepaleis. En dat was het gemeentehuis of zoiets, toch? Daar dat je zei? Het Rasthaus. Dat is volgens Nolven het gemeentehuis. Dus ik zal haar maar geloven, want ik kan het zelf niet opzoeken. Kijk, Pilates. Hier, we kunnen hier nog gaan fitnessen ook, als we goed zien. Ah, ik word filmen met de melkglas voor. Ik moet wel zeggen, het is hier heel proper. Ja. Het is niet zo warm. Ja. Is het 28 graden? Ja, het staat op 24 graden, dus op zich aangenaam, maar... 28. Het is 28 zelfs. Yes. Maar er is zo'n windje, 27, 28. Dat is wel echt aanrader. Wel veel oude mensen, niet zoveel jongeren. Hier is de Volksgarten. Oh, zie je zo mooi, jongens. We hebben wel echt chance dat het mooi weer is. Want als het zou regenen, dan zouden we denken van, wat is dit? Maar we hebben wel super veel chance met mooi weer. Check dit. Wauw. Voor onze Minecraft-fanaten. Hier heb je de Lapis Lazuli-fontein. We gaan hier ons zwaard en onze armor kunnen enchanten. In de enchantment table Lapis Lazuli knallen. Oké, nu onderweg naar ergens anders, dat was het Kinski Palace. En daar trouwens, daarachter was Hofburg. Dat hebben we ook even gezien. Dus we hebben eigenlijk bijna alles al gezien op het lijstje voor vandaag. Maar we gaan niet overal naar binnen, want dat gaat te veel tijd in beslag nemen. En ja, dat is natuurlijk niet nodig. Maar normaal Kinski Paleis gaan we wel even naar binnen gaan. Dus dat is blijkbaar een aanrader om naar binnen te gaan. Dus dat gaan we wel even gaan doen. Maar op zich is alles hier wel kei mooi, proper en netjes en zo. Ook gaat hier ook veel politie. Hier gelijk alles in de gaten houden. Dat park daar net ook was super proper. Ze waren daar ook alles aan het maaien. Maaien. Kijk, en dan komt hier zo achter de hoek en dan heb je hier ook zo weer een kerk of zoiets. Damn. Dat is hier wel een voordeel. Je moet niet een half uur wandelen gelijk in Parijs om iets te zien. Er is hier keiveel file voor zo dit gebouw. Kijk, zijn er allemaal mensen daar buiten ook aan te schuiven. Kijk eens op Google Maps wat dat is. Dat is gewoon allemaal in de café. Maar waarom zou je zo lang aanschrijven om in een café te gaan? Het is hier zo... Hier, Café Centraal. 20.000 reviews. Yes. Oh my god, Nolven. Zal dat zijn? Check dat. Ah ja, het is mooi. Hier binnen, zo. Ja. Ik weet niet of ik het zie op mijn scherm. Damn. Het is mooi, maar volgens mij gaat en hier zo duur, allemaal gebakjes en zo. Als ik het niet kon zien op mijn telefoon, dan zal ik wat foto's in beeld tonen. Maar het is blijkbaar een heel mooi gebouw. Het heeft 20.000 reviews op Google, dus dat zal wel heel bekend zijn van iets. Maar ja, ja, inderdaad. Maar met lekkere gebakjes waarschijnlijk. Dit is dus de ingang. Kijk, komt je hier naar binnen. En dan heb je hier zo... Paal, maar er is hier wel een vervelende piep, dus ik weet niet of dat hoort op camera. Ik zet hier een bordje met... Auctionshaus. Dat is verkocht voor 113.500 euro. Daar kun je dan een schone notte van kopen, hè. Amai, check dit, jongens. Kijk, en dat komt hier van beneden en dan gaat je naar hier. Check dat. Dat was echt crazy.
Er zijn hier ook zo dingen tentoongesteld van zaken die hier verkocht zijn. Zo'n Rolex met smaragd. Zo'n andere dingen. Check. Kijk, er is hier een Jan Breugel verkocht voor 154.000 euro. Hier 192.000 euro voor dit. Damn, 200.000 ballen. Oké, dus dat was dus Kinski Paleis. Blijkbaar is dat zo'n zaal dat je kunt huren, denk ik, voor bedrijven om zo gesprekken mee te doen of zo. Er was ook een veilingshuis daar. En nu gaan we naar Schmetterling House of zoiets, dat is blijkbaar ook iets. En daarnaast is ook de Nationale Bibliotheek van Wenen, van Oostenrijk. Nationale Bibliotheek heet dat. Dat is ernaast, dus daar gaan we nu naartoe. En dan hebben we eigenlijk bijna alles al gedaan wat op de lijst stond. Daar gaan we misschien wel even nog naar binnen ook gaan kijken. Kunnen we ook even iets gaan drinken of zo straks. Het is echt, echt mooi. Zeker een aanrader tot nu toe. Eindelijk heb ik het op camera. Sinds Parijs ben ik aan het wachten tot ik kan tonen dat ik kan niezen als ik in de zon kijk. Ace had dat ook gezegd in zijn video. 1 op de 5 Belgen komt dat. En wij kunnen dat allebei. Kijk, hier heb je Albertina Museum en Michelangelo, Monet, Picasso blijkbaar dingen. En dan daar heb je de opera, de staatsopera. En we zijn eigenlijk voorbij al de dingen geweest waar we naartoe moeten. Maar hierachter is er een park en dan kunnen we daarachter ook naartoe. Dus ik zou zeggen, dan gaan we hierachter wandelen. Hè. Doe eens Amdoedler test, want jij hebt nooit Amdoedler gedronken. Hè? Ja, wel, maar helemaal niet. Ja. Dienten vindt dat heel lekker. Dus Dienten, als je dit ziet, hier hebben ze grote Amdoedlers in Oostenrijk. Lekker, hè? Ik heb spuitwater met citroen. Ja. Kijk, een vlinder. Wat? Je mag wel geen flesje. Maar een flesje hebben we sowieso niet. Kijk, we hebben een kaartje gekocht. 7 euro voor als je jong bent. En hier heb je een mooie tuin. Met vlindertjes. Oh, kijk, er vliegt er eentje. En daarboven ook. Amai, zo'n grote. Kijk. Zeg dat, die vliegen zo rond. Oh my god. Oh, kijk, met 2. En dan een kleintje daar. Oh. Check hoe mooi. Al die vlinders hier. Ja. Oh, kijk. Ja, die vloog hier langs. Kijk. Oh, amai. Die zijn echt indecisive. Oh. Vienna heeft ook zo'n lokale koffieshop. En we gaan daar nu even naartoe, Starbucks koffie of zo. Dus allez, even omdat je naar het toilet moet. Lokale keten, dus we gaan dat even gaan uittesten. Je hebt een drankje van 6,80 euro. Ik wist niet dat het duur is. En? Niet lekker. Nol. Maar ik zag dat overal op TikTok staan en ik dacht, oh, het is. Ik ga dat ook wel lekker. Echt is het. 6,80 euro. En dan heb je gewoon een fucking vieze koffie die smaakt naar pumpkin. Do not buy. Ik heb ice cappuccino. Maar nee, het is niet eens dat. Het is die kandeel dat fucking. Oké, okay, daar hebben we van geleerd. Ja, maar ja. Ik heb geroerd en het is nog steeds gewoon straffe koffie. Ja, kijk. Ik wou het eigenlijk al proberen en nu heb ik het geprobeerd, maar het is echt disgusting. Sometimes your life make mistakes, hè? You make mistakes. That's life. That's life. Dat is een goed tactiek. Anyways, hier is een mooi gebouw en zo. Heb je iets te vertellen over dit gebouw anders? Dat weet ik niet. Dat is niet dat ding voor de. Ah ja, voor de Spaanse paardrijschool. Nice. Of een pak voor je papa. Dat is nu toch wel echt niet normaal, hè, met je shopverslaving. Onlangs zei ze nog, ik heb alles al. Ik doe toch niks mis. Braadworst. Braadworst. Ja, maar daar, kijk, wienerworst. Ah, voilà. Ik dacht wel daaruit. Zeg, dat dak van die kerk, jong. Dat is wel sick. Dat is echt gigantisch groot. Ah, hier heb je ook een lokale keten, de McDonald's. Dit is hier zo een beetje een winkelplaats gelijk. Dit is het centrum van Wenen, normaal gezien, dat wij op de map zagen. Dus daar had je dan zo die kerk, waar we daarnet waren. En daarnet hebben we dan zo daarachter gewandeld. En dit is nu zo'n beetje de winkelstraat, dat we aan het afgaan zijn.
Het is nu ook al 5 uur dus. Hier heb je de Staatsopera. En daar is er zo de Winkelstraat en daar is de Karlsplatz. En daar gaan we nu naartoe. Ik moet zeggen, het is wel redelijk druk nu. Maar ik denk waarschijnlijk omdat iedereen van hun werk naar huis komt. Ja, maar wel leuk. Het is hier echt super mooi en heel proper. Dus zeker een aanrader tot nu toe. Maar kijk, zeg die gebouwen. Even iets gaan zoeken om te eten trouwens voor vanavond. Maar we moeten daar oversteken. Oké, we zijn nu op de Karlsplatz. Hier heb je zo allemaal dingen waar je kunt eten en zo. Daar heb je ook een gebouw. Welk gebouw is dat, Git? Dat weten we nog niet. Dat weten we dus nog niet. Hier hebben we ook een mooi watertje. Wauw. Zeg dat met de zon. So pretty. Ik heb wel honger, ik ga niet liggen, dus even iets gaan halen om te eten ofzo. We hebben een beslissing gemaakt waar we gaan avondeten. Het begint met een M en eindigt op Mexicaans. Dat is een beetje gênant, maar... Waarom is dat gênant? Omdat wij niet lang geleden Mexicaans zijn gegeten. Maar het is mijn lievelingseten, dus... Mexicaans is zo goed. We zagen zo burrito en quesadilla. En ik was zo van, oh, we need it. Dus we gaan dat gaan halen. En vanavond wil ik ook even de gaming room testen en ik wil even zien of die gym gewoon open is, gewoon om te checken. Want stel dat ik ooit nog een keer terugkom naar Vietnam, dan is het natuurlijk dat hotel en dan kan ik misschien daar ooit eens zelf sporten. Dus even gewoon gaan checken. Er is ook een gaming room en zo verschillende dingen wat je daar allemaal kunt doen. Dus dat gaan we ook eens even gaan checken vanavond. En we moeten ook even een ontbijtje gaan kopen, omdat we dan morgen gewoon in het hotel kunnen ontbijten. We hebben daar toch een frigootje, dus kunnen we daar even fruitsapje of zo in zetten en misschien wat croissants gaan halen. Vandaag komt de vlog, even, die is klaar trouwens, maar die heb ik nog niet geüpload vanmorgen. Dus die komt later online omdat ik nog geen tijd had om de thumbnail te maken. En het was de Ironman vlog vandaag, dus niet zo super lange vlog. Maar morgen komt er een vlog waarin ik praat over hoe dat de Ironman was, komt online. En dan komt er ook nog een speciale Ironman video apart. Dus voilà. Dus dat is dus de reden waarom dat de vlog een beetje later is. De thumbnail moet nog gedaan worden en dan moet hij nog geüpload worden. Maar hij komt er online, maar iets later vandaag. Check dit jongens, een almdoedler. Dat is fucking lekker en dat is vers. Je hebt een burrito en dan heb ik hier lekkere quesadilla. Zal ik eens naar binnen gaan werken? Smakelijk hè? Oh ja, doe maar. Taste test. Het is met chicken. Voilà, lekker avondeten gegeten. Nu is het tijd om naar ons hotel terug te gaan. En dan gaan we straks even de game room testen, waar dat we misschien zo kunnen poolen of zo, of een spelletje spelen. Hier is ook de Technische Universiteit, zo'n gigantisch gebouw. Elektrotechniek konden we lezen. Het eten was gewoon lekker, dat wil ik eigenlijk zeggen. Nolan heeft maar één van de twee burrito rolls kunnen opeten. Dus ik heb de andere helft, allee, de andere van de dingen zoals zo over had opgegeten. Misschien nog even hier in de spar gewoon even iets van ontbijt halen voor morgen vroeg. En dan moeten we morgen vroeg naar eens gaan ontbijten. Kunnen we op ons gemak ontbijten in het hotel. En dan morgen weer een mooie dag hebben, hè. Damn, guys, check die fontein. Oh jongen, dan komt dat water naar hier. Zat die straak in zijn poos? Ah, we worden nat. Ah? We hebben koffie gekocht. Ik ga morgen om koffie koken ergens bij ons in de buurt. Aan een winkeltje of zo. Terwijl dat Nonna naar aan het klaarmaken is en dan kunnen we het doen, want ze dacht dat de croissants morgenochtend zo wat slap gaan zijn, dus daar ga ik morgenochtend wel even naar de winkel. Maar we hebben wel koffie mee en een chocolaatje voor Nonna, dus dan kan ik morgenochtend koffietje drinken, zo oploskoffie. Want we hebben zo'n thermos, dus we hebben warm water, we hebben een tas, dus dat zou normaal genoeg moeten zijn. En het water van de kraan kun je blijkbaar drinken, want dat komt rechtstreeks van de Alpen. Doe een little dancey dance, doe een little dancey dance. Een little fancy dance. Yeah. Ah, dat trouwens, dat moest ik misschien nog zeggen. Dus wij komen zo in de tram. En wij willen de tram nemen naar hier. En ik doe zo mijn Nolanaar-kaart. Werkt niet. Geweigerd. Zo, nog een keer mijn Nolanaar-kaart. Weer geweigerd. Want hier moet je in de tram je ticketjes kopen. Of toch alleszins, dat was de enige machine dat wij daar staan in de tram. Dus dan met mijn kaart ook geweigerd. En dan werkt dat niet. Dan zijn wij van de tram moeten gaan, te voet moeten stappen naar het huisje voor de laatste 10 minuten of zo. Dus voilà, even gewoon kaartje mee, bankkaart. En dan gaan we een keer naar de game hall gaan. Eens zien wat er daar allemaal te doen is. Straks hebben we daar ook cash voor nodig. Ja. Dan ga ik echt huilen. Huh? Doe eens een kaartje er tegen. Oh my god. Kijk, we kunnen hier pingpongen. Oh, is hier een rek? Nolan.
Ik kan hier foamrollen. Oh my god, je kunt Netflix kijken. Kijk nog een. Kijk, ik heb 200 gemiddeld getrapt op de hele halve Ironman. Let's go. 230 watt. Dat is wel leuk. Dat zit allemaal in de prijs. Tot 23:30. Maar er is hier niemand. Nee, stop. Oh. Nee. Oh, bijna mijn hoofd. Oh, bijna mijn hoofd daartegen. Jij doet dat, hè.